En ik weet, bij sommige vormen van kanker hebben ze ook een soort poli voor mensen die vroeger behandeld zijn. En dan kijken ze naar de lange termijnsgevolgen, wat de orgaan doen. Dus ik vroeg, joh, bestaat dat ook voor acute leukemie? Ja, dat was er eigenlijk niet, want er waren nog niet zo heel veel mensen die heel oud waren geworden. Dus ik zei, nou ja, weet je, ga maar zo'n poli oprichten vast. Ga maar kijken hoe dat moet, want ik word oud. En met mijn rollator kom ik hier binnen en ga je toch op de lange termijngevolgen kijken. Dus ik heb zoiets van, nou ja, weet je, ik word gewoon oud. En is het niet zo, nou ja, dan is het pech, maar we gaan er gewoon van uit dat ik heel oud ga worden. Ik ben Linda de Filippi, ik ben 27 jaar en kom uit Hellevoetsluis. In het dagelijks leven werk ik als gymdocent in het speciaal onderwijs. En daar geef ik gymles aan kinderen met verstandelijke beperking. Dus dat is een heel dankbaar beroep. En voordat ik kon beginnen met werken, ben ik behandeld voor acute leukemie. Van mei 2012 tot mei 2015. En inmiddels ben ik medicijnvrij en kan ik schoon door het leven. Achteraf was het al voor de vakantie, maar tijdens de vakantie werd ik steeds steller moe. Ik kreeg heel veel blauwe plekken die niet verklaarbaar waren. Ik was heel snel buiten adem. En toen tijdens de vakantie dacht ik, dit hoort niet helemaal bij iemand van 21 was ik toen. Maar dan denk je, ja, misschien is het bloedarmoede of vijver. Als ik weer in Nederland ben, dan laat ik het wel onderzoeken en dan kijken we wel wat het is. En op een gegeven moment werd het toch echt wel heel erg. Toen waren we op een soort rondreis met het gezin. En er waren ook allemaal andere mensen in de groep. En toen werd ik op een gegeven moment op een trap ingehaald door een vrouw van een jaar of 80 op van die naaldhakjes. En toen dacht ik wel, volgens mij moet ik me echt afvragen of het wel goed gaat. Want als ik daar zelfs door ingehaald word, als sportief iemand, dan klopt het niet helemaal. En we zouden dinsdags naar huis gaan. En toen zondags had ik ook heel erg pijn met ademhalen. En toen was ik echt heel buiten adem. En toen zei ik tegen mijn vader, nou, ik heb eigenlijk wel pijn met adem, ik weet niet hoor. En toen zei mijn vader, nou, we gaan hier naar het ziekenhuis. Want hij is zelf ook arts en hij vertrouwde het niet. Dus toen zei ik eerst, nee, we gaan niet hier. Nog 2 dagjes gaan we naar huis, we wachten nog even. En dan zien we het wel. En toen had ik gekeuze, ik moest van mijn ouders de taxi en naar het ziekenhuis. En als je daar dan binnenkomt, word je eigenlijk als een toerist gezien die een soort zonnesteek heeft. Want het was ook best wel warm. En toen zijn er longfoto's gemaakt en bloed geprikt. En er bleek inderdaad een longontsteking te zitten, maar het bloed was ook een beetje mis, zeg maar. Ik geloof dat 90% van mijn bloed bestond uit kankercel. Dus ik had ook bijna geen normale bloedcellen meer over. Dus als ik zou gaan vliegen op hoogte, nou, ik weet niet wat er dan gebeurd was, maar ik denk dat het goed was dat ik een longontsteking had en daar opgenomen ben. En toen hebben ze gewoon heel veel rode bloedcellen weer gegeven en bloedplaatjes, zodat mijn bloed ook weer kon stollen. En dat ik vervoerbaar zou zijn. En toen ben ik met een ambulancevliegtuig terug naar Nederland gekomen. En toen gelijk de ambulance in op Rotterdam Airport Erasmus binnen. En toen is eigenlijk het hele medische traject begonnen, zeg maar. Nou, ik ging eigenlijk zelf gewoon meteen in een soort overleefmodus van, nou ja, ik heb het. Ik kan het niet meer veranderen. Dus ik moet ermee doen en we gaan zo snel mogelijk beginnen. En je hebt dan zelf nog een soort van het idee dat je ervoor kan vechten. Ja, eigenlijk is dat natuurlijk ook niet zo. Je moet je behandeling ondergaan. Maar ik kon er iets aan doen. En mijn ouders waren juist heel machteloos. Want die wilden graag helpen, maar die konden niks. En omdat mijn vader zelf ook arts was, had hij tijdens zijn studententijd wel meegekregen hoe leukemie behandeld werd. En hoeveel mensen toen nog doodgingen. Maar inmiddels zijn gelukkig die overlevingskansen wel groter. Maar hij had nog steeds dat beeld van toen, dat het eigenlijk heel weinig mensen het haalden. Dus die zag meteen al die doemscenario's en ging van alles opzoeken op internet. En zei ik, pap, dat moet je niet doen. Je mag het opzoeken, maar hou het voor jezelf. Maar ik wil eigenlijk niet weten wat er bij de andere mens gebeurt, want je weet het toch niet. Ieder mens is anders. En, dus ik denk eigenlijk dat mijn ouders en broertje het veel moeilijker hadden dan ik op dat moment, zeg maar. Nou, eigenlijk heb ik niet eens aan de dood gedacht, want ik had zoiets van, nou ja, er is een behandeling. Dat onderzoek is er niet voor niks. Er zijn ook mensen die dat gehaald hebben. Dus waarschijnlijk gaat het bij mij gewoon helpen. En ik denk ook dat je die hoop moet hebben. Want als je dat niet hebt, dan... hoop wil niet je eindstadium bepalen. Maar ik denk wel de manier hoe je doorkomt. En kijk, die behandeling moet je toch ondergaan. En dan kan je maar beter iets leuks en het beste van maken. Want de duur van het traject kun je eigenlijk niet beïnvloeden. En het resultaat eigenlijk ook niet. Maar wel de manier waarop je er doorkomt, zeg maar. Ik heb eigenlijk nooit zo stilgestaan bij hoe onderzoek, hoe belangrijk dat is voor een behandeling. En ik weet, als dan een collectant aan de deur kwam, dan gaf ik wel gewoon geld. Want ik wist ergens wel dat het belangrijk was, maar helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar als iemand dichtbij of jijzelf dat ineens hebt, denk je wel van, oh, dat onderzoek is eigenlijk ontzettend belangrijk. Want als dat er niet is, dan komt
is de overlevingskans best wel heel erg klein. Terwijl in de loop der jaren is dat al wel verbeterd, maar het is nog niet zo dat een groot deel van de patiënten het overleeft, zeg maar. Je leeft wat bewuster en je geniet ook meer. En daardoor ga je nu wel ineens weer van alles doen. En het liefst ook op één dag. En ik moet wel even leren doseren dat je eigenlijk nog heel lang leeft. En dat ik niet alles in één dag moet proppen. Want daardoor werk je jezelf ook een beetje over de kop, zeg maar. Dus daar moet ik nog wel eventjes in leren doseren, zeg maar.